Vandaag staat de regering hier, voorzitter, om aan u door te geven dat de onderhandelingen tussen de staat Suriname en Alcoa zijn afgerond. Ook ik mag u voorhouden dat de staat Suriname en Alcoa zijn overeengekomen dat de geheimhoudingsverplichting is opgeheven. En daardoor juist kan ik u een verslag doen van de onderhandelingen die hebben geleid tot de totstandkoming van de definitieve overeenkomst en alle onderliggende stukken, inclusief zaken die voorheen slechts in een confidentiële sfeer besproken werden. Mevrouw de voorzitter, ik wil u en uw geacht college erop attenderen dat vanaf de regering de afgelopen week de beantwoording van de vragen gesteld door uw geacht college naar u toe heeft gestuurd, de onderhandelingen tussen de staat Suriname en Alcoa zijn afgerond bij een laatste vergadering 25 juli jongstleden gehouden op Aruba. De afgelopen onderhandelingen hebben onder andere als doel gehad het regelen van de rechten en plichten van partijen op bevredigende wijze voor de periode na de wijziging van de beroepende overeenkomst. Ook ten tweede het afspreken van de voorwaarden voor terugvordering van de mijnbouwrechten voor bodemsanering en mijnrehabilitatie. En ten derde het regelen van andere zaken gerelateerd aan het vertrek van de multinational, zoals verplichtingen die zij heeft in de gemeenschappen waar zij heeft geopereerd. Mevrouw de voorzitter, na verschillende fasen van onderhandelingen, waarbij het Surinaamse team telkens werd versterkt met de nodige deskundigen en ondersteund door het Bauxiet Instituut van Suriname en het NIMOS, is overeenstemming bereikt met Alcoa. En ik wil bij uw college ook benadrukken, mevrouw de voorzitter, dat de onderhandelingen over de overeenkomsten in de Engelse taal zijn gevoerd en vastgelegd. De administratieve procedure na de afronding van de onderhandelingen is nu in volle gang. Deze procedure houdt in dat de Engelse versies van de als bijlage toebehorende conceptovereenkomst en conceptuitvoeringsovereenkomsten worden vertaald naar het Nederlands en zal de commissie uiterlijk 25 september 2018 worden ingediend bij de president van de Republiek Suriname en vervolgens zullen de documenten doorgeleid worden naar de Raad van Ministers, de Staatsraad en vervolgens de Nationale Assemblee. Vandaag wens ik achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde te stellen, te weten, de onderhandelingen, het belang van Suriname, de uitgangspunten bij de onderhandelingen, de noodzakelijke voorbereidingen door de staat Suriname en de informatieuitwisseling tussen regeringen en de Nationale Assemblee. Mevrouw de voorzitter. Na het besluit van Alcoa in juni 2014 om haar activiteiten in Suriname stop te zetten, hebben de regering van Suriname en Alcoa een aantal besprekingen gevoerd betreffende de afhandeling van verschillende kwesties gerelateerd aan het vertrek van Alcoa. De discussies waren gericht op de details van de afwikkeling van de verplichtingen als gevolg van de beëindiging van Suralco Operations en alternatieven om de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname veilig te stellen. Enkele belangrijke uitgangspunten tijdens voorgenoemde besprekingen zijn de volgende. A. De regering had de wens om de bauxietindustrie te behouden, omdat de macro-economische impact van deze industrie en de bijbehorende spin-off effecten van vitaal belang waren in de context van haar sociale verplichting jegens het volk van Suriname. Ook was de regering met inachtneming van het beste belang van het land van mening dat het behouden van de Suralco Operations absoluut noodzakelijk was
voor de ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen, van het land. B. Uitgangspunt B. De verklaring van Alcoa dat zij alle verplichtingen gerelateerd aan haar operaties en haar vertrek uit Suriname zal nakomen, inclusief sociale verplichtingen die zij heeft in de gemeenschappen waar zij heeft geopereerd. En uitgangspunt C. De intentie van Alcoa en Suriname om samen te werken aan het bepalen van de voorwaarden van de overdracht van de Suralco Operations, waarbij de onderhandelingsteams van partijen zich hadden gecommitteerd om de openstaande kwesties naar tevredenheid van partijen op een constructieve manier op te lossen. Met deze uitgangspunten als leidraad, mevrouw de voorzitter, is de presidentiële commissie de eerste fase van de onderhandeling gestart met Alcoa, waarbij partijen overeenkwamen dat Suriname zou onderzoeken of de voortzetting van de bauxietverwerking en aluinaarde operaties van Suralco economisch haalbaar was. Indien dit het geval zou zijn, zou Suriname dan deze operaties van Alcoa overnemen. Indien Suriname zou concluderen dat de voortzetting niet haalbaar is, dan zou Alcoa overgaan tot de definitieve sluiting van haar operaties en het ontmantelen van de raffinaderij. Mevrouw de voorzitter, dit zou worden opgevolgd door bodemsanering en mijnrehabilitatie. In beide opties zou Suralco het Afubaka waterkrachtwerk aan Suriname overdragen conform bepalingen van de Brokkeponde overeenkomst, waarbij door Suralco werd voorgesteld om de overdracht te laten plaatsvinden na ongeveer 7 jaren in november 2022, om zo de kosten van bodemsanering en rehabilitatie te kunnen dekken. Mevrouw de voorzitter, de presidentiële commissie heeft, ondersteund door een multidisciplinair adviesteam, de haalbaarheid van de voortzetting van de Paranam raffinaderij onderzocht. Het team heeft alternatieven bekeken voor het reduceren van energiekosten. Ook is er onderzocht welke opties economisch haalbaar zijn voor het leveren van bauxiet aan de Paranam raffinaderij. Ik breng u in herinnering, mevrouw de voorzitter, dat vanaf het afsluiten van de Brokkeponde overeenkomst in 1959 er door opeenvolgende regeringen tussen 1970 en 1980 is ingestemd in de verhogingen in productie van aluinaarde en dat Suriname ook hiervan heeft kunnen genieten. Er is $226 miljoen aan een fonds, dat we noemden Fonds Meer Opbrengsten Natuurlijke Hulpbronnen en MONH, besteed aan aantal binnenlandse projecten, waarvan 100 miljoen en meer van de toen bekende bauxiet levy bij een Engelse bank werd belegd, waarmee Suriname onder andere de buitenlandse dienst heeft ingericht. Zoals uw college weet, of zal weten, was vanaf de periode rond 2006 de aluinaardeproductie van de raffinaderij incrementeel verhoogd van 3800 ton per dag tot het niveau van gemiddeld 6000 ton per dag. Zonder dat er noemenswaardige bauxietmijnen zijn ontwikkeld om deze productieverhoging te ondersteunen. Het direct gevolg hiervan is geweest dat de beschikbare bauxietvoorraden drastisch zijn gereduceerd, waardoor de raffinaderij niet voldoende had om op hetzelfde niveau te produceren. Ik moet uw geacht collegevoorzitter ook eraan herinneren dat vanwege het feit dat de Suralco-partner, die binnen de joint venture verantwoordelijk was voor het beheer van de bauxietbevoorrading naar de raffinaderij, BHP Billiton, geen exploitatieconcessie kon krijgen voor het bakhuisgebied. U kunt begrijpen, mevrouw de voorzitter, dat voor het aanmaken van nieuwe reserves de concessieuitbreiding noodzakelijk was.
Het is daarom onbegrijpelijk dat in 2008 deze concessieaanvraag werd geweigerd door de toenmalige regering. Deze multinational BHP Billiton had dus al in 2008 besloten om haar operaties in Suriname stop te zetten, nadat de concessieaanvraag werd geweigerd. Er moet bovendien rekening mee worden gehouden dat het opzetten van een bauxietmijn jaren in beslag kan nemen. Voor de ontwikkeling van de bauxietmijn te Bakhuis dient er 4 jaar te worden uitgetrokken voordat het bauxieterts geleverd kan worden voor verwerking. Deze zaken haal ik aan, mevrouw de voorzitter, om u en uw geacht college eraan te herinneren dat het sneller opraken en het niet beschikbaar hebben van bauxiet in de gewenste hoeveelheden heden ten dage een gevolg is geweest van het eerder genoemde, dat zijn besluiten die lang voor de sluiting van de Suralco-raffinaderij hebben gespeeld. De essentie is dat Alcoa in de jaren de productie heeft opgevoerd in de verwachting dat de concessie van Bakhuis zou worden verleend, zoals toegezegd. Ook wil ik u eraan herinneren, mevrouw de voorzitter, dat de inkomsten vanuit de bauxietsector sinds het vertrek van BHP Billiton in 2009 drastisch waren afgenomen door de aanhoudende economische malaise wereldwijd. Was het in 2008 nog zo dat de staat circa $46 miljoen had ontvangen uit de bauxietsector, kan ik u meedelen, mevrouw de voorzitter, dat de staatsontvangsten in 2015 slechts $7 miljoen bedroegen, terwijl de staat gemiddeld $48 miljoen jaarlijks heeft betaald voor de rekening aan Suralco. Mevrouw de voorzitter, als u de ontvangsten uit de sector afzet tegen de uitgaven, dan ziet u dat er voor de staat sinds 2008 een negatieve geldstroom is met betrekking tot de bauxietsector, hetgeen een ongewenste situatie is. Desalniettemin, toen Suriname werd geconfronteerd met deze kwestie, is er opnieuw gekeken naar de optie voor het ontwikkelen van het Nassau-bauxietplateau. Deze studie was eerder verricht door Suralco, maar om te proberen de raffinaderij te behouden voor Suriname is deze door deskundigen van de presidentiële commissie opnieuw geëvalueerd, zodat er op korte termijn bauxiet geleverd zou kunnen worden aan de raffinaderij. Na evaluatie bleek de ontwikkeling van de Nassau-afzettingen economisch niet haalbaar te zijn vanwege de hoge kosten, met name $300 miljoen, die de ontwikkeling van de mijn en de infrastructuur met zich meebracht. Het feit dat van lokale gemeenschappen nog toestemming moest worden verkregen en het feit dat de voorraad gesteriliseerd moest worden vanwege het voorkomen van een zeldzame diersoort in dat gebied. Het bevoorraden van de bestaande raffinaderij met bauxiet van het Bakhuisplateau op lange termijn had een gunstig effect op de kostprijs. Echter, er zou minimaal 4 tot 5 jaar nodig zijn om de mijn- en transportopties naar de Paranim-raffinaderij voor de bauxieterts te ontwikkelen. Ook zou er, mevrouw de voorzitter, vanwege achterstallig onderhoud jaarlijks een injectie van minimaal $25 miljoen nodig zijn over 10 jaar om de continuïteit van de raffinaderij te garanderen. Technische evaluatie van de Activa door Worley Parsons. Voorzitter, deze en andere bevindingen zijn vastgelegd, zoals ik eerder noemde, door het Canadees bedrijf Worley Parsons, dat door de regering van Suriname in 2015 werd aangetrokken om een technical and assessment integrity review van de productiefaciliteiten van de Paranam raffinaderij en bijbehorende infrastructuur uit te voeren. Hierbij was de focus op zaken die grote financiële en operationele impact zouden hebben op de continuïteit van de raffinaderij. Ik noem u hierbij enkele bevindingen van dit onderzoek die mede bepalend zijn geweest voor het besluit van de regering
om de Paranam raffinaderij niet over te nemen. A. Punt A. Sustainable capital. Subpunt I. 1. Sustainable capital, dat zijn noodzakelijke kapitaalinvesteringen om de continuïteit van de operaties te garanderen, was ondermaats. Van 2009 tot 2012 lag de sustaining capital ver beneden het wereldgemiddelde van de sector. In 2013 en 2014 is de sustaining capital in essentie gestopt. Punt 2 onder A. Suralco stelde in 2015 dat er geld uitgegeven zal moeten worden om de toestand van de raffinaderij te herstellen. Worley Parsons stelt in haar rapport dat gelet op hun eigen waarnemingen er jaarlijks $25 miljoen geïnvesteerd zou moeten worden over een periode van 10 jaar voor herstel van de raffinaderij. Deze uitgaven moeten worden beschouwd als aanvulling op de jaarlijks te vereiste sustaining capital. Dit recovery-programma, mevrouw de voorzitter, zou zo spoedig mogelijk moeten starten om risico's te minimaliseren. Punt 3 onder A. De algehele fysieke conditie van de installaties van de Paranam raffinaderij en bijbehorende infrastructuur is als ondermaats beoordeeld door Worley Parsons, waarbij zij aangeeft dat er verschillende upgrades en reparaties nodig zouden zijn om de continuïteit te garanderen. Punt 4. Met betrekking tot de aluinaardeproductie is door Worley Parsons geconcludeerd dat, hoewel tijdens de assessment de data die door Suralco is aangeleverd aantoont dat zij in staat is om de productieniveaus in stand te houden, de conditie van de plant zal blijven verslechteren indien er geen noodzakelijk onderhoud en investeringen worden gepleegd, met het risico dat de capaciteit van de installaties zal afnemen. Punt B, risico's. Worley Parsons concludeert in 2015 dat er verschillende significante risico's bestaan voor de toekomstige levensvatbaarheid van de Paranam raffinaderij en noemt daarbij de voornaamste bezorgdheden te weten. 1. Staat van de activa, dat is dat risico op falen van apparatuur op langer termijn als de structurele degradatie niet wordt aangepakt. 2. Dat is een listing natuurlijk. Verhoogde veiligheidsrisico's als de activa verslechtert. De kosten voor herstel van de activa zullen meer bedragen hoe langer deze de ruimte krijgen om verder te degraderen. De kostenraming voor het recoveryprogramma van de activa is te laag ingeschat door de Suralco. Punt 2, bauxietvoorziening onder de risico's. Ten aanzien van de bauxietvoorziening stelt Worley Parsons dat op langere termijn de ontwikkeling van de bakhuisreserves risico's met zich meebrengt vanwege de aanzienlijke kapitaalinvesteringen, meer dan $300 miljoen, die nodig zijn voor het opzetten van de mijn en de noodzakelijke aanpassingen in de raffinaderij. Risico's bij de energiekosten. Worley Parsons constateert daar ten aanzien van energie dat de raffinaderij een dure producent zal blijven, tenzij de energiekosten kunnen worden verlaagd. Omschakeling naar bijvoorbeeld steenkool zou het kostenrisico verminderen, maar deze optie is kapitaalintensief van een waarde van $180 miljoen. Mevrouw de voorzitter, naast bovengenoemde bevindingen van Worley Parsons, met betrekking tot de staat van de raffinaderij, daalde na 2014 op de wereldmarktprijs van smelter-grade alumina van $350 naar $200 per metrieke ton eind 2015 op de Shanghai Metal Market. Ver beneden de kostprijs van Suralco's raffinaderij. Natuurlijk had de raffinaderij tijdelijk kunnen worden stilgelegd tot de wereldmarktprijs van smelter-grade alumina verbeterde, maar het zou de integriteit van de raffinaderij verergerd hebben indien er geen geld zou worden uitgegeven voor achterstallig onderhoud. Vanwege deze argumenten, mevrouw de voorzitter, niet beschikbaar hebben van bauxiet,
hoge energiekosten, staat van de raffinaderij en de lage wereldmarktprijs van smelter-grade alumina, is door de presidentiële commissie van de regering geadviseerd om de faciliteiten niet over te nemen. Dit is gecommuniceerd naar Alcoa, waarna de multinational in november 2015 besloot om haar operaties in Suriname, die door de Suralco werden uitgevoerd, definitief stop te zetten, waarna de raffinaderij zou worden ontmanteld, zodat noodzakelijke bodemsanering kon plaatsvinden. Mevrouw de voorzitter, zoals eerder aangehaald stond al vast dat de raffinaderij zou moeten worden ontmanteld nadat de regering, na gedegen due diligence gedaan in 2015, kenbaar had gemaakt aan Suralco dat zij geen interesse had in de overname van de faciliteiten. Dit, mevrouw de voorzitter, onder meer vanwege de financiële injectie die nodig was om de continuïteit van de faciliteiten te garanderen. Vanwege het feit dat er op dat moment simpelweg niet genoeg bauxiet voorradig was om de raffinaderij operationeel te houden en de lage wereldmarktprijs van aluinaarde. Gelet op het feit, mevrouw de voorzitter, dat op korte tot middellang termijn de faciliteiten niet operationeel zouden zijn, kon er uit veiligheidsoverwegingen en het feit dat er zo spoedig mogelijk bodemsanering moet plaatsvinden, geen ander besluit worden genomen dan te starten met de eerste fase van de ontmanteling van de raffinaderij. En dan nog een gevaar. Niet overgaan tot ontmanteling levert een direct gevaar op voor de werknemers en anderen die op het terrein aanwezig moeten zijn. Bovendien zou dit resulteren in uitstel van bodemsanering, wat schade aan het milieu zou kunnen verhogen. De regering heeft de beslissing genomen ter voorkoming van calamiteiten die zouden kunnen leiden tot verontreiniging van het grondwater. Zoals schriftelijk aan uw college gecommuniceerd, mevrouw de voorzitter, is de presidentiële commissie op de hoogte geweest dat Suralco een internationale aanbestedingsprocedure zou houden voor de ontmanteling van de raffinaderij en heeft zij inzage gehad in het aanbestedings- en gunningsproces. Hierbij is de volgende documentatie beoordeeld. 1. Aanbestedingsdocumenten in overzicht van de bieders en de selectiecriteria. 2. Scope of work, inclusief bijlagen. En 3. Toegetekend contract. Mevrouw de voorzitter, de volgende zaken waren hierbij van belang voor de regering. 1. Dat lokale ondernemers betrokken worden tijdens de werkzaamheden, oftewel local content. 2. Dat zaken gerelateerd aan het milieu in overeenstemming met de toen nog te sluiten definitieve overeenkomsten worden afgehandeld met betrekking tot de sluiting van Suralco en Alcoa Minerals of Suriname, voormalig Billiton Maatschappij Suriname. En 3. Dat monitoring door overheidsinstanties, dat zijn Bauxiet Instituut Suriname en NIMOS, als ook de ministeries van regionale ontwikkeling en arbeid, en internationale milieuconsultants is opgezet om zeker te maken dat het ontmantelingsproces adequaat wordt afgehandeld. In dit kader zijn de volgende activiteiten uitgevoerd door de commissie. 1. Consultants van de presidentiële onderhandelingscommissie met relevante expertise hebben op 17 mei 2018 een bezoek gebracht aan de Paranam raffinaderij om het pakket aan documenten betrekking hebbende op de ontmanteling te beoordelen. Tijdens dit bezoek is er informatie uitgewisseld met terdege deskundigen van de Suralco. 2. Het plan voor de ontmanteling en de gerelateerde documentatie die door Suralco werden verstrekt zijn beoordeeld door de commissie, ondersteund door Bauxiet Instituut Suriname, BIS, Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling, NIMOS, Alumin Pro Incorporated, een internationaal adviesbureau dat ingehuurd is door de onderhandelingscommissie om milieu en andere risico's in verband met de sluiting van Suralco te evalueren. Na de evaluatie, mevrouw de voorzitter,
heeft de commissie geconcludeerd dat Suralco heeft kunnen aantonen dat de bezorgdheden van de staat Suriname voldoende zijn geadresseerd in de planning van de ontmantelingswerkzaamheden van de Paranam raffinaderij. Het belang van Suriname. Mevrouw de voorzitter, wanneer wij buigen over stagnatie in een industrie die ruim 100 jaar terug of 100 jaar lang het fundament is geweest van onze mono-economie, dan kunt u zich voorstellen hoeveel belangen van de staat in gedrang komen en bewaakt moeten worden. De zorg en bescherming die de regering aan verschillende maatschappelijke groeperingen moet geven en het traject van duurzame ontwikkeling waarin dat alles gefaciliteerd moet worden, maakt dat een zorgvuldige balans voor elke fase gevonden moet worden. De uitgangspunten bij de onderhandeling, mevrouw de voorzitter, we kunnen ons terugvinden natuurlijk in de aanbevelingen door uw college, gedaan in november 2015. Met name neemt de regering samen met uw college de volgende posities in. Ten aanzien van de Brokkeponde overeenkomst. Nadat Suralco de productie van aluinaarde in november 2015 definitief heeft beëindigd, is er een de facto beëindiging gekomen aan de Brokkeponde overeenkomst. En de zure beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst zal plaatsvinden nadat DNA daarvoor toestemming heeft verleend middels een machtigingswet. Ten aanzien van het Afubaka waterkrachtwerk, nemen we gezamenlijk het volgende standpunt in. De veelbesproken dam moet in goed functionerende staat worden overgedragen aan Suriname bij beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst. Een vroegtijdige beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst is echter niet in deze overeenkomst geregeld. Alcoa stelde zich op het standpunt dat het waterkrachtwerk haar toebehoorde tot 2033. Te meer vanwege de energieovereenkomst welke ook de looptijd heeft tot 2033. En die Suralco verplicht tot die datum energie te leveren aan Suriname. Suriname echter stelde zich op het standpunt dat bij beëindiging van de bauxietoperaties het waterkrachtwerk Suriname onmiddellijk toekomt. Mevrouw de voorzitter, vanwege deze padstelling heeft de regering verkozen om een rechtsgeschil dat jaren had kunnen duren te vermijden. En door middel van onderhandelingen tot overeenstemming te geraken. Hierdoor kan het waterkrachtwerk niet onmiddellijk in handen van de staat komen, maar zal dat gebeuren op het juridisch moment van beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst, met andere woorden, op 31 december 2019. Deze afspraak is bereikt na intensieve onderhandelingen, waarbij de staat Suriname bijkans US dollar 1 miljard heeft bespaard. Verder moet de overname voorbereid worden, zodat wanneer de verantwoordelijkheid bij Suriname komt te liggen, de stroomvoorziening adequaat en op lange termijn gegarandeerd kan worden. Daarbij zal Surinaamse deskundigheid moeten worden opgebouwd en of zullen tijdelijke externe diensten moeten worden ingehuurd. Ook zullen nieuwe energieovereenkomsten moeten worden opgemaakt voor de levering van elektriciteit aan Suriname voor en aan Suralco na de overdracht. Ten aanzien van de Suralco-werknemers, ons standpunt gezamenlijk, mevrouw de voorzitter, kan ik het volgende meedelen. Suralco zal de arbeidsrechten van het personeel, waaronder aanspraak op salarissen, medische en pensioenvoorzieningen of gezamenlijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op rechtmatige wijze afhandelen. Met betrekking tot de rechten die door de Republiek Suriname zijn verleend aan Suralco, na inventarisatie van alle rechten, waaronder concessierechten en andere mijnbouwrechten voor gebruik van en verwijdering van grondstoffen, gebruiksrechten op domeingronden en voorzieningen voor
invoer en belasting zal vastgesteld moeten worden wanneer en door welke condities, onder welke condities die rechten moeten worden ingetrokken, dan wel terugkeren in de boezem van de staat. Ten aanzien van de gronden die eigendom zijn van Suralco, wil ik verduidelijken dat de raffinaderij gebouwd is op eigendomsgrond van de Suralco. Het bedrijf bezit circa 7000 hectare aan eigendomsgrond in Para en Comowenen, waaronder te Paranam, Klein Curaçao en Onverdacht. Ook de haven te Paranam, Paranam Country Club, Corner House, etc. Zijn opgezet op privé-eigendom van Suralco. Ten aanzien van de onverdeelde boedels zal Suralco een voorstel uitwerken en presenteren aan de verschillende belanghebbenden om tot een oplossing te geraken van deze kwesties die al jaren aan de orde zijn. Ik kan u hierbij noemen de boedels van plantage Honoribo en plantage Klaverblad. Ten aanzien van de rehabilitatie van de Klaverblad Main en de Kofferdam zal Suralco een gewijzigd sluitingsplan opstellen en ter beoordeling voorleggen aan de staat. Ten aanzien van de woningen in Mungo, die in de jaren 90 aan werknemers zijn verkocht, heeft Suralco inmiddels een voorstel voor verkaveling aan het ministerie van RGB gepresenteerd. Ten aanzien van de drinkwatervoorziening te Onverdacht, Biliton, Werknemersdorp en omliggend gebied zijn er gesprekken gaande tussen de staat en Suralco voor overname van de drinkwatervoorziening in dit gebied. Partijen hebben afgesproken dat deze kwestie correct wordt afgehandeld. Voorzitter, ten aanzien van bodemsanering van vervuilde gebieden en rehabilitatie van verstoorde gebieden. Suralco zal bodemsanering verrichten binnen de bauxietverwerking en aluinaardefabriek en rehabilitatie ondernemen van mijngebieden. Dit, mevrouw de voorzitter, zal moeten gebeuren volgens internationale aanvaardbare standaarden, toepasselijk recht van Suriname, standaardprotocollen voor bodemsanering van de Verenigde Staten en op grond van Alcoa's committering om het juiste te doen als een good corporate citizen. Afgesproken is dat de verschillende sluitings- en rehabilitatieplannen aan de staat ter beoordeling worden voorgelegd. Ook is afgesproken dat waar mogelijk lokale aanbestedingen zullen worden aangehouden, zodat lokale ondernemers kunnen meedingen naar specifieke opdrachten, wat een positieve spin-off zal brengen of zal hebben op de lokale economie. Tot slot, mevrouw de voorzitter, ten aanzien van de bauxietreserves in het Bakzuidgebied. Wij moeten nagaan hoe deze reserves in West-Suriname aangewend kunnen worden voor het continueren van de bauxietindustrie. Daarbij zal alle data die door zowel de staat als door Suralco en derden was gegenereerd, beschikbaar worden gesteld. Met deze uitgangspunten als leidraad zijn de verschillende posities uitgewerkt wat geresulteerd heeft in de conceptovereenkomsten die onderdeel zijn van de ontwerpwijzigingswet. Er zijn diverse vormen geweest waarin zowel de regering als u, het parlement, deze uitgangspunten hebben uitgedrukt. De conceptovereenkomsten, een listing. In de hoofdovereenkomst, dat we noemen de Framework Agreement, is neergelegd de vervroegde beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst en de overdracht van het Afubaka waterkrachtwerk, beide plaats te vinden op 31 december 2019. Overigens stellen wij voor dat in de wijzigingswet wordt vastgelegd dat het waterkrachtwerk in een onderneming wordt geplaatst waarin de staat ten alle tijde volledige zeggenschap heeft, zoals wettelijk bepaald. In afzonderlijke uitvoeringsovereenkomsten wordt afgesproken hoe de diverse bepalingen van partijen verder worden geregeld.
Het totaalpakket omvat circa 1,4 miljard US dollar aan activiteiten die deels terug zal vloeien naar de lokale economie. 2. Afubaka waterkrachtwerk overdracht en uitvoeringsovereenkomst, dat we noemen Afubaka Hydroelectric Works Transfer and Execution Agreement. Deze overeenkomst identificeert de exacte activa en passiva die worden overgedragen en regelt de berekening van de uitstaande rekeningen en betaling daarvan. Suralco zal tot het tijdstip van overdracht het waterkrachtwerk op eigen kosten onderhouden en in goede staat opleveren. Ik wil hierbij voorhouden, mevrouw de voorzitter, dat Suriname circa US dollar 1 miljard bespaart door de vroegtijdige overname van het waterkrachtwerk. Derde overeenkomst, Suriname Energieovereenkomst, Suriname Purchase, Power Purchase Agreement. Deze overeenkomst regelt de prijs en hoeveelheid energie die Suriname afneemt van Suralco tot de overdracht van het waterkrachtwerk op 31 december 2019. De tarieven die in de energieovereenkomst van 1999 zijn vastgelegd en welke gebaseerd zijn op stookolieprijzen, worden daarbij onmiddellijk herzien. Suralco Energieovereenkomst, Suralco Power Purchase Agreement. Deze overeenkomst regelt de prijs en hoeveelheid energie die Suralco afneemt van Suriname na de overdracht van het waterkrachtwerk op 31 december 2019. De tarieven zijn gelijk aan die van de Suriname Energieovereenkomst. Dienstverleningsovereenkomst overgang Afubaka waterkrachtwerk Transition Services Agreement. Deze overeenkomst regelt de optie om tijdelijk de diensten van Suralco in te huren indien Suriname nog niet over deskundigheid en middelen beschikt om de operaties van het waterkrachtwerk en het beheer van het stuwmeer te kunnen uitvoeren. Dan hebben we nog een overeenkomst, voorzitter. Bodemsanering en rehabilitatieovereenkomst. Environmental Remediation and Rehabilitation Agreement. In deze raamovereenkomst wordt afgesproken welke de uitgangspunten zijn volgens welke Suralco de vervuilde gebieden zal saneren en de verstoorde mijngebieden zal rehabiliteren. Aangezien Suriname geen speciale milieuwetgeving heeft en bestaande wetgeving zoals de mijnbouwwet van 1986 nog gelimiteerd is ten aanzien van milieuaangelegenheden, is besloten om in afzonderlijke documenten, met name de Remediation Scope of Work en het Mine Rehabilitation Plan, de specifieke standaarden en protocollen voor bodemsanering en rehabilitatie per verstoord gebied vast te leggen. Het pakket aan bodemsanering en mijn rehabilitatieactiviteiten heeft een waarde van ruim 300 miljoen US dollar. Dan hebben we de schuldvernieuwingsovereenkomst, Novation and Release Agreement. Aangezien Alcoa Incorporated recentelijk een reorganisatie van haar corporate structure heeft ondergaan, wordt het noodzakelijk geacht dat Suriname als begunstigde formeel toestemming verleent aan de overname van de verplichtingen van de oude Alcoa Incorporated. Onder de borgtochtovereenkomst van 1958 door de nieuwe houder Alcoa World Alumina, AWA. Dan hebben we ook nog, voorzitter, Bakhuis Ontwikkelingsproject Overeenkomst, Bakhuis Development Program Agreement. Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van partijen met betrekking tot de haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van bauxietvoorraden in het Bakhuisgebied, ten einde een raffinaderij op te zetten met een capaciteit van 1,5 miljoen ton per jaar. Deze studie zal volledig door Suralco worden bekostigd. Suriname heeft het recht
om 2 deskundigen aan te wijzen om te participeren in het projectteam. Deze 2 deskundigen zullen door de Suralco worden vergoed voor daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de kandidaat in dienst is van de Surinaamse overheid en al een salaris tijdens de overheid ontvangt. Deze overeenkomst is begroot op $40 miljoen. Voor wat de interne voorbereiding door de staat Suriname betreft, voorzitter. 1. Fondsen moeten gegenereerd en ter beschikking worden gesteld voor het beheer van het Afubaka waterkrachtwerk. Met name ter behoeve van de bemensing, het af te sluiten verzekeringscontract en technische inspecties. 2. Versterking van de milieuinstituten, waaronder het Bauxietinstituut Suriname en NIMOS, middels financiële middelen en personele capaciteitsverbetering, zodat Suriname de bodemsanering en rehabilitatieactiviteiten van Suralco adequaat kan monitoren. En 3. Het tot stand brengen van milieuwetgeving en verder formuleren van geïntegreerd nationaal milieubeleid in lijn met internationale verdragen. Voorzitter. Informatie. De informatie die vandaag aan uw college is gedeeld, of met uw college is gedeeld, sluit aan op de eerder toegestuurde documentatie door verschillende regeringen. We hebben net aangegeven, voorzitter, dat onze geheimhoudingsovereenkomst is opgeheven. De regering staat open, niet alleen bij het parlement, om alles ter onderbouwing van wat gezegd is ook beschikbaar te stellen uiteindelijk, maar ook te delen met de gemeenschap. En we denken aan een soort van conferentie of congres. Alle actoren, aangezien confidentialiteit is opgeheven, zullen wij ook alle informatie nu in openheid kunnen brengen en delen met de gemeenschap. Mevrouw de voorzitter, ter afsluiting wens ik te benadrukken dat het pakket aan afspraken waarover onderhandeld is, een positieve impact heeft van circa $1400 miljoen. Bij de afronding van de huidige onderhandelingen voor het ten einde brengen van de Brokkeponde overeenkomst en wij als natie een goede bijdrage hebben geleverd voor het duurzaam ontwikkelen van een florerende en geïntegreerde bauxietindustrie in ons land.